Mark Duijs, initiatiefnemer van het toernooi Leidschendam Voorburgs Kampioenschap voor de Jeugd. De laatste speeldag vandaag, dinsdag 31 mei, bij Wilhelmus, de B-junioren. Hoe kijk jij terug op het afgelopen toernooi? Super, denk ik. Sowieso alle dagen bijna mooi weer gehad, dus dat is sowieso wel erg prettig. Maar volop enthousiaste reacties. Dat was eigenlijk, het enthousiasme was er al vooraf. Je moet maar even afwachten, want al die groepen die hebben het nog nooit gespeeld. Sportief toernooi is het geweest, geen wanklank geweest, bijna geen kaart geweest. Allemaal enthousiaste mensen van de verenigingen, dus ja, eigenlijk alleen maar positief. En wat ik hoor is dat we zeker volgend jaar doorgaan. Als we kijken naar de verenigingsprijs, die is gewonnen door Wilhelmus. Had je dat verwacht? Nee, had ik niet verwacht. Al wist ik wel dat ze er behoorlijk aan zaten te komen met de jeugd. De club is natuurlijk de afgelopen jaren weer enorm gegroeid. Maar als je gewoon kijkt naar het niveau, dan zitten vooral RKVV en Wilhelmus. Qua klasse spelen die hoger. Maar goed, het is weer een toernooi. Het zijn weer nieuwe wedstrijden, het zijn nieuwe selecties. Dus je weet het niet. En Wilhelmus is goed bezig. Dat zijn die andere verenigingen ook. Maar ja, dat ze die prijs pakken, geeft dat wel een beetje aan dat ze op de goede weg zijn. Ja. En kijken we even naar de andere verenigingen. Chef, ja, ik zou bijna zeggen, dissoneert een klein beetje wat betreft de prestaties. Ze zijn ja, behoorlijk onderaan geëindigd, hebben heel weinig punten gehaald. Baart jou dat zorgen of hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het baart mij wel zorgen, omdat ik kan me voorstellen, als kader, als jongens die moeten voetballen en ze pakken weinig punten of ze verliezen met grote uitslagen, dat het wel jammer is, zeg maar. Gesproken met de jeugdcoördinator Frank Dobbe, die staat er vrij neutraal tegenover en zullen we in ieder geval, die heeft er niet zo'n probleem mee. Dus we gaan gewoon kijken volgend jaar. Ze hebben het enorm sportief opgepakt. Sef, ze zijn elke wedstrijd weer volle bak tegenaan gegaan. De F'jes van Sef inderdaad, die tweede zijn geworden. Dat is hartstikke leuk. Dus daar begint ook wat te groeien. En we zullen misschien wel volgend jaar even kijken of we misschien door middel van een dispensatieregel of wat dan ook, of we misschien iets kunnen doen daarmee. Maar daar gaan we na de zomer evalueren en dan kijken hoe we dat ook in overleg met Sef, hoe we dat kunnen doen. Ja. Je hebt er al even iets over verteld, maar als je kijkt naar de clubs RK, AVV en Forum Sport, die met hun met name hogere jeugdteams ook op een hoog niveau voetballen. Ik persoonlijk had daar meer van verwacht. Jij ook? Ja, als je net zegt, je verwacht dat het tussen die twee ploegen gaat. Aan de andere kant is het zo dat Forum Sport drie categorieën gewonnen heeft. Dus ja, dat is aan de ene kant ook alweer goed. RKVV heeft aan de andere kant tot de laatste dag meegedaan. Het zou eigenlijk gaan op de laatste speeldag tussen Wilhelmus en RKVV. Daar ging het ook om. Alleen ja, één slechte dag bij RKVV, om wat voor reden ook. Ze verliezen vier wedstrijden en dan sta je natuurlijk één keer 12 punten achter. Dus dat gaat dan hard. Dus ook RKV heeft gewoon goede wedstrijden gespeeld, alleen één mindere dag gehad. Dus wat dat betreft kan dat, maar ik had normaal gesproken gedacht dat het tussen die twee zou gaan. Maar heel duidelijk, Wilhelmus komt er ook aan. En het is in ieder geval leuk dat die andere twee ploegen alweer getergd zijn voor volgend jaar. Ja. Al met al, een zeer geslaagd toernooi, mag ik wel zeggen. Ja. Ik heb vier avonden rondgelopen en allemaal tevreden gezichten gezien. Ja. Voor herhaling vatbaar? Absoluut. Ja, dat is ook de geluiden die ik hoor bij in ieder geval de mensen, de contactpersonen binnen de vereniging. Sebastiaan van RKVV en Thomas van Wilhelm van Forum Sport en Sjaak en Marcel Wiese van Wilhelmus. Frank Dobbel van Sef, die zijn eigenlijk allemaal uitermate tevreden over hoe het gegaan is. Het is sportief gegaan, dus we gaan zeker door en we gaan kijken of we het nog misschien wel verder kunnen uitbouwen. Ja. Is er al een evaluatie gepland of moet dat gebeuren? Gepland na de zomer. Oké. Ja. Eerst de zomervakantie door en dan weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen beginnen. Absoluut. Ook voor Sport 2000, ook voor Mark Duijs. Juist, absoluut. Oké. Okay. Ja. Mark, bedankt. Schitterend dat je het initiatief hebt genomen. Ja. En tot volgend seizoen. Ja, was geen moeite. Is erg leuk. En ook het krantje wil ik al bedanken voor alle PR-steun. Graag gedaan. Oké. Tot ziens. Tot ziens.